Ik ben Céline de Koning van Minus One. Ik werk hier nu 2 jaar in dit prachtige jongerencultuurcentrum in het Rabotpark. Hier in Minus One hebben we verschillende werkingen. Dus enerzijds in het weekend hebben we de events van jongeren uit heel Gent die hier dingen doen. In de week proberen we ons te richten naar de wijk en jongeren die graag willen ontmoeten. Ik ben projectmedewerker voor ondernemingszin. Iedereen die zich begint te organiseren, die ideeën heeft, proberen we zo goed mogelijk te begeleiden. Het textielatelier is een atelier op woensdagnamiddag waar we ons vooral focussen op de meisjes uit de Rabotwijk om voor hen een gezellige plek te creëren. De Rabotwijk heeft bij veel mensen nog altijd een negatieve bijklank, hoewel het dat helemaal niet is. Mensen zorgen hier voor elkaar. Mensen zijn lief, zijn nieuwsgierig, hebben een mening, willen dingen doen.